tijdens deze studierichting zijn we bezig met elektrotechniek. En daar leren we alles wat te maken heeft met het vak elektro. En dat houdt in kabels trekken, huisinstallatie, stopcontacten aanleggen. We werken aan een huisinstallatie. Dat is berging, woonkamer en slaapkamers. En die moeten volledig bekabeld worden. Stopcontacten, schakelaars, verlichting. En dat lukt best wel. Ik heb altijd al elektricien willen worden. En ik heb zelf ook bij de BAM gewerkt en dat vond ik echt heel leuk. Dus vandaar dat ik ook nu echt voor dit vak heb gekozen om het serieus aan te pakken. Je kan hier leren om constructiebankwerker te worden, om lasser te worden. Je kan leidinggevende ook worden hier. Dus ja, het is een beetje... Je kunt meerdere richtingen ingaan, maar meestal kiezen ze toch voor constructiebankwerken, omdat je daar ook en last en je bewerkt het metaal. Deze studierichting die is bedoeld voor mensen echt in de koeltechniek, zeg maar, die echt wat in de koeltechniek willen gaan doen. Dit is gewoon een heel afwisselend vak. Je komt altijd hele andere en vreemde dingen af en toe tegen, wat spannend is. Ik vind het leukste dat ik gewoon aan de draaibank kan staan, aan de machines. Omdat ik toch wel graag met mijn handen bezig ben. En ook wel, de boeken vind ik niet zo leuk. Dus ja. Voor de studie richting elektrotechniek leren wij eigenlijk samenwerken in verschillende projecten. Kennis opdoen, ervaring opdoen. Leren werken aan bijvoorbeeld een kart, zoals die hier staat. Ik ben geen type die alleen maar op school zit, dus het is heel anders natuurlijk. Ik werk liever met mijn handen en dergelijke. Met storingen vind ik leuk om te doen, met bijvoorbeeld een cv-keten die kapot is en dan moet het gemaakt worden. Dat vind ik wel leuk om te doen. Ja.